Soms vragen mensen zich af waarom je nou op zelfwerk moet gaan. Nou, als je hier naar kijkt, lijkt me dat vrij duidelijk. Daar zou ik niet in willen zitten. Busje komt zo. Ja, precies. Ja, maar dat is geen dommelwekker. Hey, wij zijn Anna en Stef en samen met Charlie's Travels gaan wij op roadtrip door Namibia en Botswana. Tijdens deze trip nemen we je mee op onze unieke experiences, maken we kennis met onze partners, duiken we diep in de cultuur en we gaan lekker kamperen in de bush. Yes, en daarmee gaan we jou laten zien hoe zo'n ultieme self-drive eruit kan zien in Zuidelijk Afrika. Let's go! Hij was er ook klaar voor. Ja. Ben jij van plan om naar Zuidelijk Afrika te reizen? Dan raden we je bij Charlie's Travels echt aan om er een self-drive avontuur van te maken. Hoe werkt het dan precies en waarom zijn we daar nou zo fan van? Dat gaan we jullie in deze video uitleggen. Alright, we staan hier voor de Toyota Hilux. Echt een van onze favorieten en ook een onwijs populaire auto in Zuidelijk Afrika. Omdat wij met z'n vieren reizen is dit een double cab. Dat betekent dat deze auto een achterbank heeft, waar je ook kan kiezen voor een single cab. Dit is over het algemeen wat voordeliger als je met z'n tweeën reist. En dan heb je geen achterbank, maar wel weer een wat grotere achterbak. Over de achterbak gesproken, je hebt misschien ooit van het woord bakkie gehoord. Dit is nou een bakkie. Een bakkie is eigenlijk gewoon een pick-up. En achterop een bakkie past dan een mooie canopy. Nou, reis jij naar Zuid-Afrika of naar Mozambique, dan zal je canopy er iets minder uitgerust uitzien dan in Namibia en Botswana. En dit is puur omdat je in Namibia en Botswana net iets meer gadgets en speelgoed nodig gaat hebben voor de wegen die je gaat tegenkomen. Nou, en hoe ziet zo'n auto er dan van de binnenkant uit? Dat kunnen we je even laten zien. Waarschijnlijk niet heel erg gek veel anders dan de auto die jij voor de voordeur hebt staan. Pedalen, stuur, alles zit erin. De meeste nieuwe modellen hebben ook een cruise control, wat echt heel erg fijn is. Want in Namibië kan je navigatiesysteem je maar zo vertellen dat je nog 400 kilometer rechtdoor moet voordat er iets anders gebeurt. En dan de 4x4, daar gaat het natuurlijk allemaal om. De 4x4 is vrij makkelijk tegenwoordig. De nieuwe modellen hebben allemaal gewoon een makkelijk schuifknopje. Dus je kan hem heel makkelijk in high voor, low voor of je diff-lock zetten. Wanneer je nou wat gebruikt, dat gaan ze je sowieso uitleggen op het moment dat je de auto ophaalt. Maar we raden je ook aan om van tevoren thuis even goed in te lezen wanneer je nou je high voor en je low voor en je diff-lock gebruikt. Maar de gouden tip is voor ons toch wel echt bandenspanning. Op het moment dat je een onverharde weg tegenkomt, een gravelweg, maar zeker ook een zandweg, gaat het een enorm verschil maken om de bandenspanning wat naar beneden te laten. En het gaat echt het verschil maken in wel vast komen te zitten of niet vast komen te zitten. Mocht je nou je banden leeg hebben laten lopen op een zandweg, dan zit er een compressor bij inbegrepen, waarmee je vervolgens de band weer op kan pompen. Je sluit hem heel makkelijk aan op de accu van de auto, het andere uiteinde sluit je aan op de banden en je pompt ze zo weer op. Daarnaast wordt er meegeleverd startkabels. Mocht de accu leeg zijn, kan je deze aansluiten op een andere auto en hopelijk doet je accu het weer. We hebben ook een sleepkabel erbij. Mocht je vast komen te zitten, kan je jezelf eruit trekken. Heb je nou echt een lekke band en je hebt al je reservebanden al gebruikt, dan kan je met dit bandenschuim ervoor zorgen dat je band weer een paar kilometer verder kan. Je spuit het erin en je rijdt naar de eerstvolgende garage om te zorgen dat je een nieuwe band krijgt. Over reservebanden gesproken, er worden er vaak twee meegeleverd, waarvan er eentje standaard achter op de auto zit en de ander is vaak bevestigd onder de auto. Het autoverhuurbedrijf zorgt voor fijne tools om de banden los te krijgen. Deze gebruik je voor de band onder de auto om hem los te krijgen. Als je de band los hebt, pak dan vervolgens de jack waarmee je de auto kan opklikken en zo vervang je makkelijk je banden. Mocht je toch een beetje twijfelen over hoe dit allemaal moet of hoe het allemaal werkt, het autoverhuurbedrijf geeft ontzettend uitgebreide uitleg hierover en staat je graag te woord om je verder te helpen. Anna! Tijd voor een koud drankje, die vond ik net in de koelkast die lekker achter de auto staat. We krijgen vaak de vraag hoeveel spullen passen er nou in deze auto? Nou, wij vinden ontzettend veel. Wij hebben zelf vrij veel bij ons en de lieftallige vrouw die de camera vast heeft, heeft nog meer spullen bij zich natuurlijk. Dus we laten je nu zien hoeveel spullen er nou daadwerkelijk in de achterbak passen. Maar eerst, proost! Cheers! Nou, bagage voor 4 personen. Ging best makkelijk. Ja. Top bakkie. Hilux of similar. Ik zeg laten we gaan, Anna. Yes, let's go. More, no more, no more, no more.